Morgen is het 4 oktober, Dierendag. Dat betekent extra verwennerij voor 1,5 miljoen honden en meer dan 2,5 miljoen katten. Huisdieren zijn heel goed voor de economie, want baasjes geven graag geld uit aan hun schatjes. In totaal 1,8 miljard euro per jaar. Maar hoe slecht zijn huisdieren voor het milieu? De ecologische voetafdruk van honden en katten wordt vooral bepaald door wat ze eten en wat ze weer uitpoepen. Voor een jaar lang voer voor een gemiddelde hond is 1000 vierkante meter landbouwgrond nodig. Voor het jaarlijkse voedsel van een kat ook 1000 vierkante meter. Hoe kan dat? Een kat is toch veel kleiner dan een hond? Dat klopt. Maar een hond eet deels plantaardig en een kat eet alleen vlees. En voor plantaardig voedsel is natuurlijk veel minder landbouwgrond nodig dan voor dierlijk voedsel. Als je dat vergelijkt met de gemiddelde mens in Nederland, die heeft elk jaar 12.500 vierkante meter landbouwgrond nodig, dus dan valt dat dier weer enorm mee. Dan de uitwerpselen. De gemiddelde hond plast elke dag 0,5 liter en hij produceert 0,5 pond poep. Dat betekent per jaar meer dan 180 liter urine en ruim 90 kilo hondenpoep. Als je dat bij elkaar optelt, voor de 1,5 miljoen honden in Nederland, dan kom je uit op 280 miljoen liter urine. En bijna 140 miljoen kilo poep. Voor katten kom je in totaal uit op bijna 200 miljoen liter urine en bijna 100 miljoen kilo poep. Dieren hebben dus een forse ecologische voetafdruk. Wegdoen dan maar. Nee. Uit serieus onderzoek blijkt dat huisdieren goed zijn voor de gezondheid van hun baasjes. Alle reden dus om je huisdier morgens extra in de watten te leggen.